Echt, het staat overal. Op mijn aanrecht staat. En nu zijn ze aan het mode ontwerpen. Ik zit er helemaal in. Goedemorgen, het is zondagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen, heb je alles? Ik ga een video spelen. Ja, ze wil je het filmen? Nee, ik nu niet. Je tattoo, schat. Ligt daar. Hoe wil je van Mila meenemen? Sarah is echt wel heel vroeg, want Mila had gevraagd om te spelen, dus die gaat er nu al heen. Die is al aangekleed en ik loop nog in mijn pyjama en mijn warme trui. En nu tijd voor een ontbijt. Ook maar even gedoucht en aangekleed. Ik wilde eigenlijk met Sarah oude boeken naar een boekenkast brengen. Boeken waar ik niks aan heb en ook niets aan zal gaan hebben. Alleen Sarah is natuurlijk gelijk aan Mila gaan spelen. En het regent ook best wel. Dus ik denk laat maar. Dus ik denk dat ik gewoon even ga nog een beetje ga vertellen. Dat is ook stom, want ik had wat boodschappen gedaan. Toen kreeg ik de picknick nog binnen. Maar Marco had gisteren ook nog wat boodschappen gedaan om een broodje te trekken. Dus we hebben zoveel dingen in huis. Daardoor, want Marco wist niet wat ik allemaal in huis had. Echt, het staat overal. Op mijn aanrecht staat er allemaal pakken met blikjes. En op de afzuigkap ligt het vol. Dus, maar ja, de laders liggen nu ook vol. Dus ik weet niet zo goed wat ik allemaal mee moet. Mijn kleine Guppy is weer thuis. Ik ging net proberen in de keuken, maar dat ging hem nog niet worden. En nu is ze aan het mode ontwerpen. En laat maar zien wat je gemaakt hebt. Is wel cool. Dat is een ontwerp. Dat heb ik helemaal zelf bedacht. Ja. Deze heeft mama bedacht. Mij. Ja, die heb je van mij ontworpen. Hè? Heel cool. Eigenlijk moet je alleen hier nog een hak bij tekenen. Kijk, hier zie je het niet in de achterkant. Maar hier, ik mis mijn hak. Als het een outfit voor mij is, dan moet hier een hak aan de schoen zitten. Nou, dat doe ik wel eventjes. Ja, kan ook met een andere kleur. Oh, je hebt ook zwart. Niet, nee, groen. Cool zeg. Nu is het wel echt een outfit voor mij. Kijk, bij die voet zie je niet of er een hak zit, maar die wel. Ik heb een echte gala jurk gekregen. Deze is nog in de ondergoed. Ja, dat vind ik. Die heb je wel heel cool ook ontworpen, hè? Ja. Ja, heel leuk. Nou, die, de bikini, die vond ik ook heel cool geworden. Die heeft een beetje een cowboy outfit. Ja, en verder was ik nog niet gekomen. Dus jij gaat later mijn outfit voor me ontwerpen. Ja, zullen jullie meekijken hoe ik alles ga ontwerpen? Ga je er nog één tekenen? Ja. Oké, wat ga je voor ontwerp maken? Spannend. Oeh, dat wordt wel een leuke mouw. Nou, dit worden hele mooie ontwerpen. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Wat ga je pakken? Wat krijgt Liv verder aan? Het is wel cool, hoor. Ik ga nog wat oppakken. Zal ik een bloem bij de haar tekenen? Of jij doet lief stickers? Ik krijg een sticker. Daar krijgt ze dit shirt. Cherry Boom. En de Cherry Bomb. Het leken twee O's even net. En nog een armband. Heel cool. Die stickers zijn al bijna op. Ja, ik ben ook zo creatief bezig. Heel leuk. Wil jij een bloem tekenen? Ga ik nog een bloem tekenen. Rood. Ja. Ik film het. Ga je mij filmen? Die komt hier bij de. Die zit wel achter. Vind je hem leuk zo? Ik zou hem nog wat helemaal zo rond verder doen. Ja, maar dan zie je. Dan is het gewoon een bol. Nu zie je echt een stukje van een bloem zo.
Ik vind hem wel heel cool geworden. Ik ook. Zal ik ook oorbelletjes bij doen? Nee. Zo, gewoon stipjes? Als rode oorbellen? Ik wil een andere kleur oorbellen. Oh, ik heb wel een leuk idee, maar dan moet je me zwart geven. Is dat zwart? Nee. Heb ik een heel cool idee. Kijk. Hey, ik heb rood ook nodig. Ik heb rood ook nodig. Hopen dat die stift dun genoeg doet. Want wat heeft ze hier en hier? Kerstjes. Dus ik heb kerstoorbellen gemaakt. Leuk. Ja, is leuk? Ja. Oké. We eten heel gezellig met z'n zessen vandaag. Ja, met mijn lief kleine kinderen. Ja, we zijn opa en oma. We hebben nu kleinkinderen aan tafel. En jullie eigen kind. De camera wil echt niet scherp stellen. Echt irritant. Kijk. Sarah ligt te bed. Marcus nog even de deur uit. Dus ik ga even van de gelegenheid gebruik maken. Even snel editen. En dan ga ik Velvet kijken. Ik zit helemaal in. Alleen, normaal als ik iets op de computer doe, dan kan ik het volgen als ik ook tv kijk. Maar dit is Spaans. En mijn Spaans is niet echt bepaald goed. Ja, ik versta por favor. En adiós. En señorita. Maar dat was zo'n beetje mijn Spaans. Dus ik moet wel echt kijken. Want ik moet ondertiteling echt lezen. Maar ik vind het wel heel leuk. Het is gewoon makkelijk. Cliché, makkelijk. Waarom gaan weekenden zo snel voorbij? Echt. Ik ben nog niet toe aan een schoolweek. Maar goed. Alles klaargemaakt net. Vanmorgen. Dus ik ga lekker mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd? Klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.